midden in het Chervo Chamber Music Festival in Chervo. Dat is eigenlijk een kamermuziekfestival wat ik en mijn vrienden verzorgen voor iedereen die me wil komen. Ik heb muzikale vrienden gemaakt in mijn leven en de beste vrienden daarvan die heb ik uitgenodigd om naar deze mooie plek te komen en kamermuziek te maken. Het hele idee om hier te gaan spelen en concerten te organiseren is gekomen eigenlijk primair alleen maar omdat ik nog zoveel stukken niet gespeeld heb en wilde gaan doen. Dat ik gewoon dacht, nou ja, ik ga het gewoon zelf regelen. Dus ik bel mensen op met wie ik dat graag wil doen en zorg dat er concerten komen. Repetities moeten allemaal in een paar dagen gepropt worden. Je zou denken dat je als je minder repetitietijd hebt, dat je dat aan de kwaliteit van de concerten zou merken. Maar eigenlijk is het tegendeel waar, want iedereen weet hoe het hier aan toe gaat. Dus iedereen komt voorbereid, iedereen is super geconcentreerd. En er is een beetje een extra spanning, extra concentratie. En daar was het gewoon heel mooi van. Klassen die zijn naar ons komen luisteren. We hebben het Allegro gespeeld van Bree. Wij hebben dat laten bewerken voor twee strijkkwartetten. En de twee strijkkwartetten stonden opgesteld in de twee uiteinden van de zaal, van de kapel. En de kinderen zaten daar middenin. Superleuk, want ze keken de hele tijd waar het geluid vandaan kwam. Dus je zag die hoofdje zo, de hele tijd zo. Ja, precies. Toen hebben we ze in twee groepen verdeeld. Lonneke had een leuk idee om dus clapping music van Steve Reich, wat eigenlijk best heel erg moeilijk is, ritmisch, om dat met die kids te gaan doen. We hebben het eerst voorgeklapt en de kinderen hebben het nageklapt. En dat is heel wonderbaarlijk dat het ook lukt. Ontbijtje en dan repetitie om 10 uur of kijken wanneer je moet spelen. Sommige mensen hebben vrij van sommige stukken. Hele ochtend repeteren, dan gaan we met z'n allen naar boven naar onze vrienden. Gaan we lekker in de tuin even lunchen. Dan terugkomen, even een half uurtje slapen, een kopje koffie en weer verder repeteren. Dan concert. Idee over of het nou steeds groter gaat worden of niet. Het belangrijkste is dat ik trouw aan mezelf blijf wat dat betreft. Dus het gaat gewoon om de muziek en het delen met mijn vrienden. En als ik meer vrienden krijg en kunnen we ook meer muziek delen. Dus dat zou allemaal kunnen. Dat is ook heel fijn. Ik kan gewoon doen wat ik wil in die zin. Dat is ook mijn intentie, dat het gewoon doorgaat en dat ik hier gewoon elke jaar kom en steeds meer mensen leer kennen. Die zich willen binden met dit festival.